Yo kijkers van Twinity, mijn naam is Simon, welkom bij een nieuwe video, een nieuwe serie of eigenlijk een oude serie die opnieuw hervormd is. Namelijk de training, de Team of the Year Marcello. Zoals jullie weten was ik aan het nadenken om zo'n Team of the Season te kopen. Dat heb ik ook gedaan, dat zullen jullie zo gaan zien. Maar deze serie gaat alleen maar online komen als jullie hem ook leuk vinden. Dus smash allemaal een like, we gaan over de 100 likes, dat lukt meestal wel op een nieuwe video, op een leuke, goede video. En als we dat volhouden, als jullie zeggen van ja Timo, dat is leuk, als we genoeg views houden, dan blijf ik met deze serie doorgaan. Want het is natuurlijk ook wel best veel werk om de hele tijd te treden. En wat is het doel nou precies van deze serie dan? Want ik heb nu Team of the Season Marcello. En nu ga ik voor de rest alleen maar fucking veel Team of the Seasons handelen. Ik ga een heel team maken met alleen maar Team of the Season spelers. Van Team of the Season spelers die maar 5k kosten. Tot misschien wel een speler die 120k kost ofzo. Ik ga gewoon fucking veel spelers gaan handelen. En iedere aflevering wil ik misschien wel dik bij een speler komen. Of soms ga ik voor een hele dure speler handelen. En dan doe ik iets langer. Ik blijf dit zo lang mogelijk doen. Totdat FIFA 17 uitkomt. Of als jullie zeggen van ja, ik vind het eigenlijk minder leuk. Of de views gaan niet goed. Of de likes gaan niet goed. Want het is wel leuk, maar het kost me heel veel tijd. En ik kan net zo goed een FIFA 17 video maken als jullie die leuker vinden. Dus smash allemaal die like. En dan laten we snel beginnen met de deals van vandaag. Want ik heb me toch wat zieke deals gemaakt vandaag. Oké, dus ik heb wel, om eerlijk te zijn, gewoon 40k overgezet, of 40, ja, als 40k, om Team of the Season Marcello te kopen en 5k om over te houden, om dadelijk te gaan doorhandelen naar een nieuwe Team of the Season speler. Dus zoals je ziet, koop ik hier Marcello voor 96k, zo'n Team of the Season, en dan heb ik dus de eerste speler al binnen, de speler waar het eigenlijk allemaal om gaat. Team of the Season Marcello, hij is super goed, 4-star week voor drie star skill moves en voor de rest, hij heeft hier redelijk goede stats. Dit is dus het team en dan moet je ervan uitgaan dat we eigenlijk overal een Team of the Season speler hebben staan. Overal in de basis staat een Team of the Season speler en we beginnen met Team of the Season Marcello. Dus we gaan nu gewoon lekker handelen. Ik ga niet echt een volgorde van welke speler ik eerst wil en welke speler ik daarna wil. Oké, ik koop gewoon eerst simpelweg eventjes een e-score voor 1900 coins en ik koop voor 2100 coins. Dat is heel weinig winst. Maar het is wel winst even mee te starten omdat ik wat coins over had. En ik denk dat deze serie best wel goed ontvangen gaat worden omdat ik dit niet veel op YouTube heb gezien. Dat mensen gewoon zoveel gaan handelen. Dat ze gewoon super veel spelers krijgen. En ik heb nu een trainingsmethode gevonden. Ik denk dat hier binnenkort een video over komt. Want het is puur met zilveren spelers. Als je ziet, deze zet ik gewoon voor ja, 400 coins winst of zo'n totaal erop. En ze zijn instantly gewoon meteen boom verkocht. Ik koop wel twee nieuwe. Bigiri Mana. Boeit me niet hoe die heet. Ik verkoop hem met 100 coins winst. En dan heb ik hier een Browning. Die verkoop ik met 350 coins winst. Wat op zich wel redelijk is van zilverkaartje die normaal maar 300 coins kost, de prijs waarvoor ik hem heb gekocht is. Dan heb ik ook nog een fucking grote pagina met spelers waar ik heb geboden. Helaas is dit bijna allemaal misgegaan en kreeg ik geloof ik nog maar 2 spelers uiteindelijk waar ik dan de winnaar van was. Hier heb ik nou de methode. Ik koop allemaal spelers op voor 300 of 350 coins. Ligt eraan hoeveel ze waard zijn en ik verkoop ze allemaal door voor veel meer. Sommige verkoop ik zelfs door voor 1000 coins, sommige voor 1500, sommige voor 500. Ik maak dan in ieder geval wel op iedere kaart winst en daar gaat het natuurlijk om. Uiteindelijk heb ik in ieder geval wel wat coins weten te winnen in deze aflevering. Tenminste als al deze spelers verkocht zijn. Je ziet nu voor hoeveel ik ze te koop heb gezet. En ik kan je niet laten zien voor hoeveel ze verkocht zijn. Omdat ik hier ben gestopt met opnemen. Als al deze spelers verkocht zijn. Dan heb ik ook al een speler in gedachten. Die ik wil gaan kopen. Het is namelijk een rechtsvoor van de League 1. Het is niet een al te dure speler. Hij begon dit jaar als een zilveren speler. En ik vind hem wel heel erg sick. Dus dan hebben we meteen ook een rechtsvoor dadelijk. En een linksachter. En ik ga denk ik ook als het team een beetje een vorm heeft, ook gewoon daarmee spelen zelf. En met de coins die ik krijg, ook uiteindelijk misschien wel nieuwe spelers kopen of een third draft doen. Ik ga in ieder geval gewoon proberen zoveel mogelijk Team of the Seasons te krijgen voordat FIFA 17 uitkomt. Ik ga niet alleen maar gouden Team of the Seasons kopen, maar ook zilveren en bronzen. Mijn handelskills zijn de laatste tijd wel iets beter dan daarvoor. Dus ik denk dat het handelen wel goed zou moeten gaan, omdat ik heel veel goede methodes heb. Hopelijk vind je dit een leuke serie. Laten we allemaal gaan voor die 100 likes. Drop even die like. Subscribe op Twinity. En ik hoop dat jullie deze serie awesome vinden. Zet het ook in de reacties als jullie het leuk vinden dat ik deze serie door moet gaan. Dat ik moet doorzetten. En dan zie ik jullie allemaal de volgende keer weer. Later.